Marijke Mulder, woordvoerder van Stadion op Zuid. Vanavond hebben jullie hier bij de Kuip een gesprek gehad met onder andere Jan de Jong over het plan rondom Feyenoord City. Wie waren er allemaal nog meer aanwezig bij dit gesprek? Eigenlijk was alleen het gesprek met Jan de Jong. We waren met verschillende supporters van verschillende supportersgroepen aanwezig om onze zorgen te uiten over Feyenoord City. Dus wat is er precies allemaal besproken? Want het was best wel een lange zit. Ja, we hebben bijna denk ik 2 uur met hem gesproken. Over uiteenlopende onderwerpen. Onze zorgen ten aanzien van spelersbudget. Het ontwerp van het stadion. Mobiliteit. En wat we daarbij hebben aangegeven is wat wij per onderwerp de risico's zijn die we zien. Wat is het punt dat Stadion op Zuid duidelijk heeft willen maken vanavond? Dat er wat ons betreft nog steeds goed moet worden gekeken naar renovatie van de Kuip. Waarom? Ja, prachtig stadion. Kijk om je heen. En wat wij vinden is dat de renovatie van de Kuip Noord een eerlijke afweging is geweest, inclusief de gebiedsontwikkeling. En we zien daarbij ook met name kansen, ook voor Feyenoord, om met een veel betere oplossing een mooier stadion te krijgen voor Feyenoord. Waarom het gesprek vanavond? Dit is natuurlijk best wel een belangrijke periode waarin belangrijke beslissingen vallen. FSV de Feyenoord heeft aangeboden om voor ons dat gesprek te faciliteren. Dus we zijn ook met een hele grote groep gekomen. Morgen zal ook de raad, de commissie, gaan spreken over Feyenoord City. En we vonden het nogmaals belangrijk ook om bij Jan de Jong aan te geven van welke zorgpunten we zien. We zien Jan de Jong eigenlijk ook als een soort van hoeder, hè, ook voor de supporters. Om onze zorgen mee te nemen en ons te ontzorgen dat er echt een goed plan komt. Wat was eigenlijk de reactie van Jan de Jong? We zijn heel de diepte ingegaan. Hij heeft ons ook best wel geprobeerd uit te leggen hoe hij daarin in zit. Het was een open dialoog. Hij gaat ook punten van ons meenemen. En er zullen ook nog wel vervolggesprekken komen. Wat voor soort gesprekken zullen dat dan zijn met de Jong? We zullen met name nog vervolggesprekken gaan houden over de zorg die we zien. En we hopen gewoon dat hij ook een heleboel zorgen van ons kan wegnemen. Heeft Stadion op Zuid het gevoel dat er een kans van slagen is? Slagen waarop? Nou ja, dat jullie wensen daadwerkelijk worden gerealiseerd of minstens gehoord. Bij hem voelen we ons wel gehoord over de punten. En ik denk dat het meest belangrijke is voor ons om te bereiken. Wij hebben het idee dat Feyenoord City als projectorganisatie te weinig doet met die zorgpunten. En we hebben wel een luisterend oor gevonden bij Jan de Jong. Wanneer verwachten jullie dan meer duidelijkheid over de vervolgstap hier naartoe? Jan de Jong heeft best wel een heel duidelijk model voor ogen. Dat noemt hij zijn hordenmodel. Voor hem is het meest belangrijke dat nu de business case en de financiering rondkomen. En daaruit kunnen we weer verder gaan praten met hem over en hoe haalbaar is het nou dat er ook echt een stadion komt. In de zin van ook bijvoorbeeld technische haalbaarheid, het aanstellen van een opdrachtnemer. In hoeverre is er meer informatie bij jullie bekend geworden over die business case? Waar ook best wel wat over te zeggen is. Nee. En informatie, oké. Tot slot, jullie hebben dus vanavond gesproken. Wanneer gaan jullie weer met hem om tafel zitten dan? Zo snel mogelijk. En daar hebben we afspraken over gemaakt met Jan de Jong. Dat is denk ik heel erg positief. Dat hij in gesprek blijft ook met ons. Resumerend, wat voor soort gevoel hou je aan deze avond over? Een gevoel dat echt een grote groep van supporters wederom een zorg hebben kunnen uiten bij Jan de Jong. En dat we met name weer een dialoog hebben weten te bereiken om onze zorgpunten aan te kunnen geven. Onder andere ook met jullie statement op de website van Stadion op Zuid. Ja, ook. Ja. Dat is trouwens ook best wel een stevig statement geweest van ons. En waar ik ook wel echt wel in waardeer hoe hij daarmee is omgegaan. Hoe reageert hij daarop? Hij heeft het goed aangeluisterd. Hij heeft ook wel aangegeven dat bijvoorbeeld een beslissing over de tweede tranche van de ontwerpvergoeding richting Feyenoord City, dat die ook nog niet genomen is.